Hi, mijn naam is Hugo Kennis en ik ga je laten zien hoe we dit allerhande recept gaan maken. De babka met halloumi en spinazie. Een vlechtbrood dus. Wat hebben we nodig voor deze babka? Spinazie, melk, eieren, sesamzaad, een beetje knoflook, wat gist, snufje zout, ricotta, roomboter, wat olie, bloem, halloumi en peterselie. We gaan beginnen met het deeg. Dit recept is voor ongeveer 15 porties. De bloem mag in de mengkom. Dan mag de melk bij. Die zet ik vast langzaam aan. En dan mogen er 2 eitjes bij. Dat is 1. Ho. Dat is 2. Mag het gist erbij. En dan laat ik eerst het gist even goed opnemen. Namelijk ook een snufje zout bij. Maar zout en gist zijn niet de beste vrienden in het begin. Dus zorg eerst dat je die gist mooi door hebt gemengd door het bloem. En dan voegen we een snufje zout toe. Wat ik zei, het is een beetje een plakkerig deegje. Nu gaat er wat boter bij. En die boter mag op kamertemperatuur zijn. En die mag je gewoon beetje voor beetje toevoegen. Zodat het echt goed wordt opgenomen in het deeg. En als je ziet, ja, die is wel verwerkt, kan er weer een beetje boter bij. En nu alle boter is opgenomen, laat je hem gewoon echt nog een goede 10 minuten kneden. Nou. 10 minuutjes. En je ziet het een heel plakkerig, elastisch deegje. Ik had je al gewaarschuwd, is niks aan de hand, is niet erg. Een spateltje erbij en een kommetje. En dat kommetje gaan we even inolieën. Dat voorkomt dat hij straks heel erg gaat plakken. Een klein beetje van die olie pakken. Een kwastje. Zo. Dit ga ik ook de bovenkant even inolieën, want ik ga hem afdekken met plastic folie. En dan gaat het heel erg plakken anders. En ja, 12 uur, het is een lange reis. Maar het is het waard. Het wordt super luchtig namelijk en dat ga je ook echt merken. Dat moet gewoon echt gaan ontwikkelen, dat gist ook. En in de koelkast. En juist in de koelkast, dan heeft hij wat extra tijd nodig, zodat hij rustig kan ontwikkelen. Als je dit nu warm zet, gaat het inderdaad wel sneller. Maar je wil dat een mooie, dat die gluten zich mooi ontwikkelt, dat die gist rustig zijn gang kan gaan. Dan ga je echt merken als je hem morgen afbakt. Dan gaan we door met de vulling. De spinazie en de knoflook hebben we hiervoor nodig. We nemen 2 teentjes knoflook en een lekkere pandas klaarzetten. En dan het achterkantje eraf snijden. En dan valt hij als het goed is zo uit zijn velletje. Nou ga ik de vulling natuurlijk nu al maken omdat ik al een deegje gisteren heb gezet. Deze video gaat niet 14 uur duren. Dus ik ga nu al die vulling maken. Maak je nu wel het deeg, kun je beter de vulling natuurlijk de dag daarna maken wanneer je hem ook werkelijk gaat afbakken. Knoflook even hakken. Ik zou hem niet persen, gewoon eventjes hakken, want je gaat hem bakken. Als je knoflook perst en je gaat hem dan bakken, dan verbrandt hij heel snel. En dan wordt hij bitter en heb je er niks aan. Je mag in de pan. En dan vrij snel. Hoog vuur mag die spinazie daarbij. Ik ga een delen toevoegen. Die gaat enorm slinken. Dit is jonge bladspinazie. Ook heel lekker om die rauw te eten. Vroeger werd spinazie natuurlijk altijd kapot gekookt. Hè? Spinazie à la crème, vaak zelfs uit de vriezer. En tegenwoordig spinazie is super lekker om dat in salades te doen of op een broodje te doen. Dus we laten hem ook gewoon kort slinken. Als hij geslonken is, is het ook wel klaar. Dan gaat hij in een maatbeker, want dan gaan we pureren. Ik wil hem glad krijgen voor in die babka. Heb je nou zelf ook nog een leuk babka recept? Laat het even weten. Laat het hieronder achter in de comments. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Ik ben nu helemaal in het babka bakken. Dus inspireer me. En die babka is het meest te vergelijken met een brioche. Zo'n heel luchtig, fluffy, zacht broodje. En origineel is de babka ook
Lijkt hij heel erg op de brioche, want dat was een zoete variant met chocola en hazelnoot. En je kan hem natuurlijk ook hartig maken. Dat zijn we nu aan het doen. Een stukje knoflook mogen we er gewoon bij. En ook peterselie. We gaan het pureren, dus die steeltjes mogen er ook gewoon bij. Staafmixer. En dan gaan we. Pureren mooi glad voordat we de ricotta en die halloumi dadelijk erbij gaan doen. Zo. Spinazie in de schaal. Kijk, en zo'n vulling, en dat is wel het leuke aan zo'n babka. De vulling, ja, de keuzes zijn eindeloos. Wat ik straks al zei, hè, het kan zoet zijn. Je kan zelfs met fruit gaan werken. Met confituren. Maar dus ook inderdaad met hartere vullingen. In dit geval dan spinazie, halloumi en ricotta. Maar je zou er zelf wat gebakken spekjes in kunnen doen. Even kijken, een grove rasp. Dan gaan we die halloumi eventjes raspen er doorheen. Halloumi vinden sommigen een beetje, ja, een beetje rubberachtige kaassoort. Het is heel stevig, maar daarom wel heel lekker om hem doorheen te raspen. Hij heeft een mooie ziltheid en is ideaal voor in het brood. Halloumi kun je ook heel makkelijk, omdat hij dus zo stevig is, kun je hem ook frituren. Je zou hem in plakken kunnen snijden, even paneren en dan dus even kort frituren. Ook onwijs lekker. En dan ga ik dat mengen met ricotta. En dat zorgt juist een beetje voor die romigheid en die frisheid. Ja, dit is goed zo. Helemaal goed. Laatste stukjes kun je gewoon verkruimelen. Zo, dat is die halloumi. Dan de ricotta. Wat grove zwarte peper er doorheen. En dan gaan we deze mengen. Een mooie knalgroene spinazie-dip met ricotta en halloumi. En wat ik al zei, ik heb het deeg al gisteren gemaakt, dus ik kan nu gewoon door. Voordat ik het deeg erbij ga pakken, ik heb hier een bakblik waar de babka in gaat. Die gaan we eventjes vast inolieën. En neem even wat extra bloem, en dat mag redelijk royaal zijn. Zodat je je aanrecht even goed kan inbloemen. Royaal bloemen. Bloem! Nou, kijk eens. Je ziet het, hè, de belletjes. Genoeg lucht daarbinnen. Wil je dit nog even rustig nalezen en weten welke ingrediënten het nou precies zijn? Natuurlijk heerlijk hieronder beschreven. Voorzichtig even loshalen van de zijkanten. Dan gaan we het deeg gewoon in één keer storten. Hop. Ook de bovenkant echt even royaal bebloemen. We gaan het uitrollen tot een lap van 45 bij 35 centimeter. Het is wel een heel lekker soepel deegje, dus veel druk hoef je niet te zetten. Ah, super. Dit is hem. Maak hem een klein beetje vierkant. Vulling in het midden. En dan kun je hem vanuit het midden kun je het gaan verdelen. Want je wil die randen een beetje vrij houden. Een centimeter of twee van alle kanten. Het is een royaal gevuld brood. Beetje gelijkmatig houden. Ook dat gaat weer heel fijn met een siliconen spatel, vind ik. Oké, dit is hem. Pakken we even een kwastje. We gaan die randen even insmeren met water. Zo. En nu gaan we hem oprollen. Dus de korte kant wil je oprollen. Dan krijgen we daar mooi al die laagjes te zien. Daarom heb ik gezegd royaal bloem. Nogmaals, het is een zacht deeg en dit hoort zo. Dus je kunt het even desnoods met een spatel even je laten helpen. Hop. Hop.
En nu komt het spannendste gedeelte. Nu gaan we hem doorsnijden en dan een beetje om en om vlechten. Nou is vlechten een groot woord, want je ziet het, hè? Het is een heel zacht, soepel deeg. Dus het is meer even zeg, een soort twist eraan geven. En dan kun je het maken in één keer met twee spatels in dat ingevette bakblik leggen. Nou, voordat we gaan vlechten, snijden we eventjes de uiteinden eraf. Dus dit stukje. En het kontje. Zodat je overal mooi die lage vulling hebt. Nu snijden we in de lengte dus door. Ik laat het uiteinde een beetje aan elkaar vast. Anders moet je het eigenlijk weer gaan lijmen. Niet schrikken, het kan een beetje uit gaan lopen. Is niet erg. En nu probeer je me een beetje de groene kant naar boven te leggen. Hou het soepel, hou het snel. En nu gaan we de ene kant over de andere kant leggen en er onderdoor. En zo gaan we hem een beetje twistend brengen. Want uiteindelijk ga je het hier nog in het bakblik laten rijzen. 1, 2, hoppakee. Laat hem erin zakken. Op deze manier. Even rommelig, maar het gaat echt helemaal goed komen. Dit gaat nu nog rijzen en nu heb je dus al die laagjes, ga je straks bij het bakken ook zien. Dit ga ik afdekken en weer even laten rijzen. Dan gaat hij straks de oven in. En nu gaan we nog een uurtje op kamertemperatuur gewoon laten rijzen. En dan gaan we hem afpakken. Uur gewacht. En kijk, je ziet ook, hij is bijna de pan uitgerezen al. Het enige wat we nu nog gaan doen is wat sesamzaad eroverheen. Ongeveer een eetlepeltje. En dan mag de babka de oven in. Die heb ik al volverwarmd op 180 graden. En daar mag je nu 40 minuutjes in. Oh. Ik heb hem een uurtje laten afkoelen uit het bakblik. Hij is nu nog lauwwarm. Ja, dan zo moet je hem serveren. Ik ga hem in plakken snijden. En als het goed is, zien we dan heel mooi een golvende beweging, een lijnenspel van spinazie, deeg en kaas. Daar gaan we. Ja, heerlijk. Kijk nou. Kijk nou. Een swirl van spinazie en halloumi. En dit is me, jongens, de babka. Heerlijk zacht brood. En ja, het kost wat tijd en ja, het is een beetje lastig vlechten en ja, het moet nog een keer rijzen. Maar dan heb je ook dit, hè. Fluffy, heerlijk, babka brood. Wil je nou nog meer inspiratie? Klik dan hier of hier. Wil je meer video's of series zien? Abonneer je gewoon even op het allerhande YouTube-kanaal.